Begin deze maand werd hij nog gekroond tot wereldkampioen allround. Maar maandag stond topschaatser Sven Kramer gewoon op het erf van een boerderij in Soest. Tijdens de start van de lente opende de sportman hier het boerenseizoen. Ik kom natuurlijk uit Friesland en ik ben wel een beetje opgegroeid bij boeren, families, veehouderijbedrijven. Dus voor mij is het niet helemaal nieuw. Traditiegetrouw wordt de lente gevierd als de koeien weer in de wei gaan. Samen met 43 basisschoolleerlingen uit Houten opende Sven de staldeuren. En dat zorgde voor een hoop vreugde bij de koeien. Ik vond het wel leuk en ook heel leuk om te zien dat ze heel erg blij waren. Best wel speciaal dat we hierheen konden en dat je het kon zien. Ja, geweldig. Ik denk dat we net 140 koeien naar buiten hebben zien rennen. En, het is wel een overweldigend gevoel, denk ik, als je 140 grote beesten naar buiten ziet rennen. Dus ja, dat is wel leuk om erbij te zijn. Sven Kramer is natuurlijk dat is een groot topsporter. En het is natuurlijk hartstikke leuk als zo'n topatleet hier op de boerderij aanwezig is. Daarnaast zijn onze koeien zijn natuurlijk ook topsporters. Koeien moeten melk produceren, moeten gezonde melk produceren. Maar bovenal moeten ze zelf gezond zijn. Het is heel belangrijk dat ze gezond zijn. En dat is gewoon een topprestatie. En niet alleen de koeien sprongen vrolijk in het rond. Ook de kinderen lieten zien wat ze in huis hadden. Ben je dan zelf ook blij als je naar buiten mag? Ja, want binnen is vaak niet heel veel te doen. Ik ben zelf helemaal buiten opgegroeid. Ik heb eigenlijk nooit achter een computer gezeten of een PlayStation of noem maar op. En daardoor is het misschien ook wel gewoon uiteindelijk goed gekomen in mijn sportcarrière. En opvoeding. En ik denk dat het belangrijk is voor kinderen, zeker. Net als deze kinderen kan ook het grote publiek het leven op de boerderij ontdekken. 65 boeren geven namelijk een kijkje achter de schermen tijdens de Campina Open Boerderijdagen op 6 en 16 mei.